Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast. Een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. Leuk dat je luistert naar een gloednieuwe aflevering. En vandaag maak ik samen met het arbeidsmarktplatform Primair Onderwijs een speciale aflevering over de medewerkersreis van de schoolleider. En de hoofdvraag die we proberen te beantwoorden in deze podcast is: wat is nou het geheim van een goede medewerkersreis voor schoolleiders? Nou, wat bedoel ik hier nou mee? Vanuit het arbeidsmarktplatform worden er twee aspecten benadrukt voor de medewerkersreis. Dat is denken vanuit de medewerker en denken vanuit meer dan alleen de schoolorganisatie. In het kader van denken vanuit het grotere belang, het behoud van personeel voor de onderwijssector en niet denken vanuit concurrentie. Nou, er is zelfs een definitie voor die ik even ga voorlezen, want dat helpt wel even om ook wat richting te geven aan het gesprek. De medewerkersreis gaat erom om toekomstige medewerkers te interesseren voor de onderwijssector en jouw schoolorganisatie, zodat ze zich kunnen inzetten en ontwikkelen tijdens de periode dat ze zich verbonden hebben aan een schoolorganisatie. Zodat ze het beste van zichzelf kunnen geven ten behoeve van het onderwijs aan kinderen. En de medewerkersreis gaat er ook om dat als medewerkers uiteindelijk de onderwijsorganisatie verlaten, ze dat met een goed gevoel doen, als fan, als ambassadeur, liefst binnen de onderwijssector, en dat ze zich verder gaan ontplooien. Nou, dat klinkt natuurlijk hartstikke mooi. Het biedt dus hele interessante perspectieven om na te denken hoe je als professional, hoe je professionals kunt binden en boeien. En dat is belangrijk, want heel veel professionals in het onderwijs verlaten de sector. Zeker ook schoolleiders. En dat wordt nog wel eens vergeten, dus vandaar dat het best wel belangrijk is dat we deze podcast gaan maken. De vraag is dus die we centraal stellen is: hoe voorkom je dat nou vanuit die medewerkersreis? Ik vind het heel leuk om daarover in gesprek te gaan met Gerdo van den Burg, directeur bij basisschool Het Atelier in Zwolle. Hoi Gerdo. Hallo. Leuk dat je er bent. Goedemorgen. En Inge Brummel tegenover mij. Hoi Inge Brummel. HR-adviseur bij Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle. Eerder hebben wij een podcast gemaakt, volgens mij echt nummertje 30 of zo. Alweer 4 jaar geleden bedachten wij vanochtend. Dus heel leuk dat je weer terug bent. En OOZ biedt onderwijs aan in de regio Zwolle en in de regio. En dat zijn 37 scholen, hè? Ja. Dus dat is echt wel omvangrijk. En er werken meer dan 2000 onderwijsprofessionals. En er gaan ongeveer 12.000 leerlingen naar een OOZ-school. Klopt. Gerdo, heb jij dat ook zo paraat? Hoe groot is ongeveer jouw schoolorganisatie? Het atelier valt onder Stichting Katent. Ja. Georganiseerd vanuit Zwolle. Katent heeft op dit moment 36 scholen. Ja. En we bedienen volgens mij ongeveer 6000 kinderen in totaal. Ja, ja. Omvangrijk. Zeker. Ja. Ja. Samen hier naartoe gekomen? Samen ja, want jullie komen natuurlijk uit de buurt. Regio. Ja. Hartstikke goed. Inge, ik heb dus een introductie gegeven op die medewerkersreis. Dat klinkt, dat is dan heel helder omschreven. Maar ik ben ook wel benieuwd hoe jij dat nou ziet, zo'n medewerkersreis vanuit jouw rol binnen OOZ. Kan je daar iets meer over vertellen? Waar komt dat volgens jou bijvoorbeeld vandaan? Ik denk dat een medewerkersreis komt denk ik van het reizen, hè? Van A naar B. Hoe kom je nou van het een naar het ander? Hè? Van, ja. Dus ik denk wel dat het vanuit die marketinghoek ook komt, hè? Want klantreis eigenlijk. Maar medewerkersreis is eigenlijk van, goh, wat doe je nou aan om mensen binnen te krijgen? En ook het gevoel zo te krijgen dat mensen het ook fijn vinden om bij je te blijven. Ja. En als ze weggaan, dat ze dan ook ambassadeur zijn van je organisatie. Ja. Dat is eigenlijk wat je wil. En dat is volgens mij bijna altijd maatwerk. Je hebt natuurlijk wel proces, kan je dingen doen. Maar per persoon is het altijd maatwerk. Ja, wat bedoel je met maatwerk? Nou, de een heeft iets anders nodig dan de ander. Ja, ja. Ja. En daar moet je altijd aandacht voor hebben. Ja. Kijk, je kunt een heel mooi programma bedenken met elkaar, maar als het niet past. Nee. Kijk, als de route van de reis niet goed is, dan kom je er niet. Ja, dus het gaat over maatwerk, goed kijken naar het individu. Ja. Gaat ook over behoud, denk ik. Zeker. Dus zorgen dat collega's met plezier in die eerste jaren hun draai vinden, zich goed kunnen ontwikkelen. Hoe relateer je het aan doorstroom? Want dat is ook wel een thema. Ja. Binnen het onderwijs, dat je ook kunt doorstromen. Hoe werk jij daaraan? Het gaat erom dat mensen zelf op de goede plek zitten en daar ook volgens mij alles aan gaan doen om te zorgen dat die plek altijd voelt als passend. Ja. Dat is heel erg belangrijk. En daarvoor heb je ook echt begeleiding en coaching nodig. Ja. En zeker als schoolleider. Want dan ben je toch vaak een eenling binnen de school. Hè? Ja. Dus, het is een bijzondere positie in het onderwijs. Ja. Ik heb het idee dat het wel eens wordt vergeten om daar goed over na te denken. Want er is best wel wat uitval bij schoolleiders. Je bent natuurlijk onderdeel van het team, zeker. Ja. Maar aan de andere kant heb je ook nog wel een andere positie. Ja. Ja. Gerdo, jij bent overgestapt hè, vanuit de financiële sector naar het onderwijs. Ja, dat klopt. Ja. Kan je daar iets over zeggen? Hoe is dat gegaan?
Ja, dat ik heb ongeveer 17 jaar in de financiële dienstverlening gewerkt. Ja. En nou, in die 17 jaar financiële dienstverlening gebeurde er heel veel. Veel fusies, allerlei ja, veranderde trajecten. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van ja, is dit het nog wel? En nou, toen heb ik dankbaar gebruik kunnen maken van weer opnieuw een reorganisatie. En toen ben ik in een loopbaantraject terechtgekomen. En nou, de allereerste test die ik deed was dat mijn kwaliteiten en talenten het beste tot z'n recht zouden komen in de functie van schoolleider. Goh. En, nou, verraste je dat toen je dat zag? Ja, ik kende de functie aan zich natuurlijk wel van, nou, mijn kinderen gaan natuurlijk zelf naar een basisschool. Ja, ja. Maar ik heb daar nooit over nagedacht dat dat een functie voor mij zou kunnen zijn. Dus nee. Ik heb ook eerst wat getwijfeld. Mijn vrouw die is zelf juf en nou, die had ook zoiets van, ja, je mag het gerust onderzoeken. Maar ja, ik weet niet zo goed of dat bij jou zou kunnen passen. Omdat een schoolleider altijd in haar beleving wel ja, met gedoe te maken heeft. Oh ja, ja. Ziekte, ja. Nou ja, financiële beslommeringen. Dus er zaten altijd grote uitdagingen in haar beleving. Ja, ja. Alleen het bleef trekken. En op een gegeven moment ben ik maar eens kopjes koffie gaan drinken met zij-instromers als directeur. En ook mensen die echt diep vanuit het onderwijs kwamen om maar zo breed mogelijk beeld erbij te krijgen. Ja. En ja, in één keer was ik toch om. Ja? Ja. Herinner je nog het moment dat je misschien op de fiets zat of in de auto, dat je dacht, ja, dit gaat het wel worden? Ja, dat was een beetje zo'n sleutelmoment, ja? Zeg maar, dat ik ja, echt met iemand in gesprek ook ging van een schoolleidersopleiding. En die kende ik een beetje privé en ja, die zei van ja, dit is op jouw lijf geschreven. Dit is, en dat gesprek was het moment dat ik dacht van ja, ik denk gewoon dat ik het moet gaan doen. Het is, want meer dan een kriebel, ik ga hier echt voor. Ja, ja, ja. Het is wel belangrijk wat daar even zo genoemd werd, Inge, dat je dus dit soort gesprekken moet voeren. Reflecteren op zo'n keuze, best spannend. Moet je wel, dat is blijkbaar wel belangrijk. Hè? Ik herken dat zelf ook in het onderwijs. Dat je toch vaak je wordt geraakt door iets. Hè? Ja. Op geen besluitje, dan ga je ervoor. Zeker. Ja, ja, wij krijgen ook best vaak vragen. Hè? Mensen, waar mogen we eens een dag meelopen? Ja? En dat kan ook altijd. Dat doen jullie ook? Een van de scholen, zeker. Ja. Ja, en we hebben ook wel bepaalde assessments die mensen doen. Om te kijken van, goh, is het potentieel aanwezig, hè? Om een managementfunctie te gaan doen. Ja. Zonder dat mensen al meteen denken van ik wil schoolleider worden, maar wel kijken van goh, maar wat hoe zit ik in elkaar? Hè? Ja. En dan doen ze een assessment binnen onze organisatie. Ja. En vaak maken ze dan ook een hele overwogen keuze om dan die schoolleidersopleiding te gaan doen en vervolgens in te stromen. Leuk. Ik weet dat jullie in de regio ook best wel actief samenwerken, hè? Mm-hmm. Regionaal. Hoe hebben jullie nou deze reis in kaart gebracht? Of hoe werken jullie daar nou samen aan? Hè? De RAP is dan kan je dat eens toelichten? Want dat is toch wel echt heel leuk, nou, hoe jullie dat doen. Op het gebied van schoolleiders zijn we natuurlijk al een tijdje bezig om te gaan kijken van, nou ja, welke opleiding past nu het beste om schoolleiders te faciliteren. Ja? Dus ja, dat loopt al een poos. Inmiddels is er vanuit de RAP is er ook een programma ontwikkeld. Zin in leidinggeven heet die. Zin in leidinggeven? Ja. Die loopt nog niet. Die is, daar gaat, in december wordt daarvoor geworven. En de bedoeling is dat die in februari van start gaat. Ja. En daarnaast loopt er een traject voor de masteropleiding. Dus de M-like. Oh ja, de M-like. Aan de Hogeschool KPZ onder andere ook in het samenwerkingsverband. Ja. Ja. En hoe hebben jullie die reis nou in kaart gebracht? Wat zijn aspecten van die reis waar jullie ook binnen OOZ heel expliciet naar kijken? Ja, verkennen. Het begint eigenlijk wel met het verkennen. Ja, waar je net al wat over zei, die assessment, dat gesprek, die aandacht voor ja, voor de ambitie ook in kaart brengen. Ambitie in kaart brengen. Wat is jouw ambitie en hoe gaan we daar dan komen? Dat is eigenlijk de reis die er is. Ja. En dan moeten mensen zelf ook stappen innemen. Dat kunnen wij niet organiseren voor niemand eigenlijk. Want iedereen moet daar zelf keuzes in maken. Ja. Dat vind ik wel heel belangrijk, dat je ook zelf dat eigenaarschap pakt om te gaan onderzoeken. Ja. En als je nou eenmaal in de organisatie welkom wordt geheten, zijn er dan nog aspecten waar jullie op letten of ernaar kijken? Kijk, als iemand bij ons schoolleider wordt, dan wordt er altijd coaching geboden. We hebben intervisiegroepen waarin ook startende leidinggevenden met elkaar intervisie hebben begeleid. Die begeleiding is heel belangrijk. Ja? Omdat je als schoolleider toch een andere positie hebt dan de rest van het team vaak. Ja, zeker. Dus je hebt een hiërarchische positie. Andere rol. Dus wat meer faciliteren. Dus dat faciliteren, coaching, begeleiding, intervisie. Ja. Is dat voor jou ook belangrijk geweest? Ja. Hoe heb jij dat ervaren?
Nee, dat is zeker belangrijk geweest. Ik ben natuurlijk eerst aan de schoolleidersopleiding begonnen. En vanuit daar ingestroomd op een gegeven moment echt in een functie als schoolleider. Ja. Ook voor Stichting Katent. Overigens op een andere school als waar ik nu voor werk ben ik gestart. In de beginperiode, toen wij met een aantal directeuren tegelijk starten binnen Katent, zijn wij direct ook een intervisiegroep met die startende directeuren gaan vormen. En hebben we professionele begeleiding van een externe coach ook gehad. Mm-hmm. Die ons meenam in wat komt er nu allemaal op je af als schoolleider. Ik was in dat groepje, in die intervisiegroep, was ik de enige die ook echt daadwerkelijk van buiten het onderwijs kwam. Ja. De anderen waren onderwijsprofessionals die de ambitie hadden om schoolleider te worden. Ja. En dat was wel een hele mooie mix, want ik zat natuurlijk wat minder in de onderwijsinhoud. En de andere collega's die in die intervisiegroep zaten, die zaten wat minder in de leidinggevende capaciteiten. Ja, ja, ja. Of capaciteiten niet, in de leidinggevende skills, zeg maar. Dus als het gaat om bijvoorbeeld een langdurig ziekteverzuim traject, daar had ik in mijn financiële dienstverlening tijd al heel veel mee te maken gehad. Ja, maar dat vraag ik me ook af. Je hebt lang ook leiding gegeven. Ja, klopt. Dus je kent wel het klappen van de zweep van een team aansturen. Dus hoe neem je dat? Wat kan je wel meenemen? Wat kan je niet meenemen? Dat... Ja, ik denk veel komt terug op wie ben je als persoon en hoe heb toch je wel. In dit geval je voor deze functie je leidinggevende kwaliteiten ontwikkeld. Ik heb inderdaad meer dan 10 jaar leidinggevende ervaring. En het is wel, als je dicht bij jezelf blijft als leidinggevende, dan kun je in mijn beleving eigenlijk in elke sector die kwaliteiten gewoon goed gebruiken. Dus ook in het onderwijs. Ja. Wat wel leuker aan is dat je dus eigenlijk met elkaar een soort leergemeenschapje wordt van collega's met wie je dus die reis samen maakt. Ja. De reis is natuurlijk ook, je kan alleen op solo gaan, even in de metafoor. Maar het is denk ik ook best wel belangrijk om samen op reis te gaan in zekere zin. Als je in die metaforen spreekt, dan zeg je van een coupé waar je dan even samenkomt en vervolgens ga je weer verder. Hè? Ja. Dus, Zijn daar nou ook verschillende fases in te... Want ik moet even denken aan zo'n... Als je nieuw bent in een organisatie, dan ben je ook een beetje nog aan het overleven. In de zin van, hoe hoort het hier? En wat dragen we voor kleding? Wat voor cultuur? Hoe doe ik het goed tijdens een vergadering? Maar na 1-2 jaar, dan weet je al meer. Ja. Zien jullie ook verschillende fases in de ontwikkeling van in die reis? Wij zien heel erg dat die intervisiegroepen die voor startende directeuren gestart worden, dat die bij elkaar blijven. Dus dan ben je wel gestart en dan na 3 jaar en dan zijn we die intervisiegroep voor startende directeuren. En dan maken ze nog steeds deel van uit. Denk van niet echt startend meer na 3 jaar. Dus wij zien wel dat die groepen blijven bestaan. Ja. Dat herken ik inderdaad ook. Zeker. Dus dat is best wel belangrijk. Ja, je bouwt een soort van vertrouwensband ook met elkaar op. Dus echt de diepzinnige dingen kun je wel goed met elkaar bespreken dan. Ja, precies. Dat is, ik herken dat zelf ook wel in de beginfase van je loopbaan. Dat je soort bouw je iets op met elkaar. Ja. En dat blijft vaak. Ik zie het op Twitter ook wel eens. Dat leerkrachten of schoolleiders nog naar een intervisieclub gaan in een andere stad of zo. Dat valt mij ook wel op. Ja. Dus dat is blijkbaar dat is wel mooi, zo'n coupeetje waarmee je... vraag die ik ook nog wel heb is... wat mij dan wel eens opvalt. Die regionale samenwerking is volgens mij heel noodzakelijk om bepaalde taaie vraagstukken rondom tekorten en ook binden en boeien op te lossen. Ja. Sommige mensen zijn ook wel kritisch op al die grote projecten. Weer regionaal en wat is dat nou eigenlijk? Ja. Hoe herkennen jullie dat en hoe gaan jullie daarmee om met dat soort geluiden? Ja, ik herken het zeker. Maar ik denk ook, wil je een oplossing vinden voor de tekorten die in onze regio ook zeker gaan komen, dan moet je het wel samen oppakken. Ja. Het kan niet zo zijn dat ieder bestuur dat voor zichzelf gaat bedenken. En zeker kleine besturen hebben daar natuurlijk best inderdaad. Heel veel moeite mee. Volgens mij moet je zorgen dat je samen voor de sector voldoende mensen toerust om het werk te gaan doen. Ja. En daar hoort ook anders organiseren bij. Dus we kunnen denk ik niet meer op dezelfde manier het werkt gewoon niet meer. Blijven vullen, die vacatures die er komen. Dus dat verhaal vertellen is dan ook wel heel noodzaak dat je deze redenering toch geduldig blijft herhalen, blijft onderstrepen en blijft larderen met voorbeelden uit de praktijk. Zeker. Ja. En niet alleen voor onze sector, denk ik. Want andere sectoren hebben ook last van tekorten. Hè? Dus, zorg. Die moeten echt met elkaar gaan kijken. Waar zitten dan nog wel mensen die we kunnen faciliteren? Ja. Je hebt eigenlijk een soort ecosysteem met elkaar nodig. Een soort lerend ecosysteem. Die intervisieclub is nog iets, is een coupeetje. Maar eigenlijk wil je een hele trein hebben met wie je... Uiteindelijk moet je het allemaal met z'n allen gaan doen. Ja. Dus, Maar hoe balanceer jij, Gerno, misschien dat we tussen aan de ene kant uniformiteit... Want je hebt die regio, je moet bepaalde afspraken, je moet aan bepaalde zaken voldoen als je schoolleider wilt worden. En ook maatwerk.
jij kunt al dingen. Je hebt een bepaalde ervaring en je kan veel brengen. En je hebt misschien ook specifieke vragen. Hoe doe jij dat? Een goede vraag. Ik heb in ieder geval zelf voor een schoolleidersopleiding gekozen die daar heel erg op aansloot. Er zijn verschillende schoolleidersopleidingen. Een aantal schoolleidersopleidingen zijn vanuit hogescholen, vanuit waar ook PABO-opleidingen zijn. Ik heb er specifiek voor één gekozen die gepersonaliseerd leren, zeg maar, in zich had. Waardoor ik juist de kwaliteiten kon ontwikkelen die ik nog wat minder had. Echt heel specifiek al gaan kijken, ook naar de opleidingskant. Ja, want daar hadden we het net al even over de leidinggevende kwaliteiten. Die had ik al ontwikkeld in mijn vorige werkzame leven, zeg maar. En het ging bij mij veel meer om het ontwikkelen van meer onderwijsgerelateerd leidinggeven. Ja. En daar heb ik andere inspiratie voor nodig dan dat iemand heeft die dat uit het onderwijs komt. Kreeg je daar hulp bij? Ja. Heb je dat samen gedaan? Of ben je gewoon zelf gaan kijken? Nou, dat ging wel gezamenlijk met de schoolleidersopleiding zelf. Met de adviseurs die daar ook werkten. Maar het komt uiteindelijk wel op jezelf neer. En ik ben degene die verantwoordelijk is voor mijn eigen ontwikkeling. Dus ik heb een bewuste keuze gemaakt om voor het beroep schoolleider te kiezen. Ja. En dat betekent ook dat ik natuurlijk voor mezelf ga zoeken van hoe kan ik mezelf in dat vak het beste ontwikkelen. Ja, mooi. En misschien vanuit OOZ, als je eenmaal dus je zit in de trein, even in de metro, je bent op reis. Wat zijn dan uniforme stationnetjes waarvan je zegt, dat vinden we echt wel belangrijk. En hoe balanceer je dat dan weer met maatwerk? Nou, de uniform is eigenlijk de kapstok, hè? Waar je dus de jasjes aan hangt wat je nodig hebt. Hè? Ja. Dus ik denk dat je moet kijken wat heeft een schoolleider minimaal nodig. Maar je moet ook kijken wat heeft het team waar die aan leidingen geeft nodig. Hè? Want het ene team is het andere niet. Dus sommige teams hebben heel erg sterke onderwijskundige visie die ze heel erg met elkaar hebben samen. Ja, daar hoeft de schoolleider niet zo heel veel aan toe te voegen. Hè? Die moet dat alleen faciliteren en zorgen dat het op de kaart blijft staan. En daar in die scholen kun je ook heel prima een schoolleider die misschien niet uit het onderwijs komt laten leiden. Het is goed kijken naar toch bijna een soort veranderkwestie. Je moet wel snappen, waar staat deze school? Is het een school die misschien echt wel inzet op het verbeteren van de basisvaardigheden? Of waarvan je zegt, die zijn al veel verder, die hebben een goede visie, die willen misschien... Het onderwijskundig leiderschap ligt in het team. Ja, dan heb je een ander soort leidinggevende nodig dan wanneer je denkt van de school die heeft onderwijskundig nog veel te doen. Ja, maar dat vraagt wel veel van jullie organisatie, denk ik, dit kunnen faciliteren. Je moet steeds gaan kijken wat heeft deze school nodig, denk ik. Ja, dus jullie zijn veel meer strategisch aan het nadenken dan dat je zeg maar de kaartjes knipt en de reis, een goede reis wens. Je moet eigenlijk met ze mee wandelen de hele tijd. Dat denk ik ook, Wat zouden jullie wat zie jij nou nog als kansen om die reis nog sterker neer te zetten en ervoor te zorgen dat we hebben tekort dat meer mensen kiezen voor het onderwijs. Wat zouden jullie kunnen doen nog als regio misschien? Ja, dat is lastig, hè? Want als we het wisten, dan hadden we het al gedaan, denk ik. Hè? Ja. Dus, maar het urgentiebesef, dat mis ik nog wel eens. We hebben een vacature en we gaan er maar vanuit dat er genoeg mensen zijn die dat willen invullen. Ja, ja. In regio Zwolle is dat nog steeds zo. Maar ik weet ook dat andere regio's daar gewoon veel meer moeite mee hebben. En gewoon helemaal geen sollicitanten hebben. Dus dan moet je wel iets anders gaan doen. Ja, ja, urgentiebesef is wel een belangrijke driver om te veranderen. Dus, dat gesprek en die scherpheid dichter naar de praktijk brengen van mensen. Ja, en ook kijken van de cijfers. Hè? Wat zeggen de cijfers ons? Hè? Van hoe is het dan over 10 jaar? Hè? Ja. Zijn er dan nog genoeg mensen om het werk te kunnen doen? Nou, dat denk ik niet. Nee. Dus we moeten wel iets anders gaan doen. Nee, ik heb ooit een keer hier een podcast met André de Waal gemaakt over trends. En hij doet heel veel onderzoek naar high performance organizations. En die zegt ook van als je dit soort bepaalde tekorten kun je ook op de woningmarkt overigens. Als je dat gaat extrapoleren, kun je het eigenlijk al zien aankomen. En hij verbaast zich erover dat we dat eigenlijk weinig doen met elkaar. Ja, trends verkennen. Volgens mij is het ook een stukje van het verhaal vertellen. Ja, zeker. Deze podcast is daar natuurlijk een mooi voorbeeld bescheiden van. Bescheiden bijdrage. Ja, ja. En ik merk ook dat in mijn reis die ik gemaakt heb binnen het onderwijs tot nu toe, dat daar deel ik ook natuurlijk dingen van op bijvoorbeeld LinkedIn. Ja. En dan zien andere mensen weer. Dus ik heb denk ik de afgelopen 5 jaar dat ik nu als schooldirecteur aan de slag ben, heb ik misschien wel 30, 40 mensen al een keer op een kopje koffie gehad die
toch op de een of andere manier mijn reis interessant vonden. Grappig, hè? Dat werkt dus echt zo. Ja, en ook daar het merendeel daarvan zat daartussen, die ook zich aan het oriënteren was. Ja. En toch misschien ook wel dacht van, ik wil schoolleider worden. Ja. Maar ook meer dus laten zien wat je doet. Hè? Dus ik herken dat ook wel. Ik post altijd mijn berichtjes ook op social media. En dat leidt eigenlijk altijd tot interactie met mensen die luisteren. Of die zeggen van, ja, die aflevering, je hebt dit boek nog niet gelezen. Ja, je creëert een soort, ook weer dat ecosysteem van uitwisseling. Ja. Ja. Maar waar heb jij je nou over verbaasd als overstapper? Stapper van een commerciële, toch commercieel gedreven sector naar het onderwijs. Als het gaat over tekorten en over die reis. Wat zijn nou dingen waar je denkt, nou, dat vond ik wel gek of zo? Nou, er zitten ook wel gewoon heel veel overeenkomsten in. Sowieso toch als wel. We kijken naar dat leidinggeven. Ik ben in mijn beleving iemand die altijd gewoon naar de mens kijkt. Dus ik heb ook in mijn beleving niet een gesprek van leidinggevende naar medewerker of van leidinggevende naar ouder. Maar ik heb een gesprek van mens tot mens. Ja. Dat is in ieder geval mijn intentie om te hebben. Ja. En of ik dan in een commerciële dienstverlening werk of in het onderwijs werk. Mijn manier van een gesprek aangaan met iemand, dat is daardoor niet veranderd. Ja, dat verandert niet. Nee. Maar het is ook wie jij bent, hoe jij kijkt naar... Ja. En waar in mijn beleving nog wel een verschil in zit, is dat binnen het onderwijs heel veel mensen toch wel erg oplossingsgericht denken. Dat is echt een prachtige eigenschap. Maar als er ergens een uitdaging ontstaat, wordt er heel direct naar een oplossing gekeken. Terwijl ik gewend was om naar een oorzaak te kijken. En een oorzaak, als je een oorzaak kunt oplossen, ja, dan ben je structureel bezig met ook verbetering van een proces of van een onderwijsproces. Ja. Ja. Het verschil tussen single loop en dubbel loop leren. Ja. Dus kijk je naar problemen oplossen. Dus overigens ook als ik zie dat ook als docent in de vak curriculum implementatie. We vinden het heel leuk om dingen te bedenken. Ja. Ja, dus het gaat niet goed met rekenen, nieuwe methode of anders splitsen of dit. Ja. Ja. Maar eigenlijk terug naar de analyse en even vertragen. Ja. Is natuurlijk ook bij dit soort taaiere vragen heel wezenlijk eigenlijk. Ja. Dus dat herken je dat ook, Inge? Ja. Dat is ook bij HR zal dat denk ik ook wel zo zijn. Ja, klopt. Ja. Kijken van waar komt dit vandaan? Waar komt het echt vandaan? En dan de oplossing gaan zoeken met elkaar. Ja. Ik denk ook dat de RAP, bijvoorbeeld regionale aanpak personeelstekorten, dat je daar ook vooral moet kijken naar die strategische vraagstukken. Ja. En dat met elkaar gaan verkennen. Mooi, Want de oplossing van een tekort aan schoolleiders, je kunt van alles in gaan zetten, maar eigenlijk moet je gaan kijken van waar kun je de oplossingen dan vinden op die strategische vraagstukken. Ja, eerst de intentie en de oorzaak scherp krijgen. Dat kun je met elkaar, dus de bestuur, over de besturen heen, kun je dat denk ik heel goed verkennen met elkaar. Ja. Maar op detail moet je dat toch in je eigen organisatie gaan uitwerken. Ja. Dus besturen moeten ook verder kijken dan hun neus lang is, zou je kunnen zeggen. Ik denk dat je dat met elkaar moet doen. Ja, ik heb toch wel het idee dat jullie daar wel al langer best wel sterk op inzetten. Ja. Ook, maar het is toch wel taai hoor, om dat dan in de organisatie ook weg te zetten. Ja. Wat hebben jullie nu gezien als effecten van deze manier van werken en kijken? Dus deze medewerkersreis is er bij jullie. Wat zien jullie nu qua impact, zeg maar meetbaar, merkbaar? Kan je daar iets over zeggen? Ik merk in ieder geval dat directeuren die bij ons starten, dat het fijn vinden dat ze goed begeleid worden. De intervisiemomenten wordt gewaardeerd. Dat wordt heel erg gewaardeerd. Maar het is niet zo dat het altijd goed gaat. Nee. Dat mensen zich altijd op hun plek voelen. En dat mag er ook zijn. Hè? Ja. Soms moet je ook gewoon weer een andere keuze maken. Ja. Dat kan. Ja. En meetbaar? Hebben jullie het idee dat deze aanpak leidt tot ook toch het beter binden en boeien van medewerkers? Ik denk wel dat zeker die begeleiding en die intervisie helpt dat om helpt mensen sterk te krijgen in hun werk. Ja. Gerda, hoe kijk jij daarnaar? Wat zie jij als het gaat over die medewerkersreis en de meetbare en merkbare effecten? Ja, dat begon voor mij dus 5 jaar geleden binnen deze organisatie. En er zit wel heel veel overlap in met wat Inge vertelt vanuit OOZ. Ook wij vinden het gewoon heel erg belangrijk dat in dit geval schooldirecteuren goed worden begeleid. Externe coaching. Op allerlei manieren zeg maar zijn er mogelijkheden om er gewoon echt een succes van te maken. Ja. En, dat vind ik wel belangrijk. Een stukje waardering krijgen voor wat ik doe. Ja. En positieve bekrachtiging, en begeleiding. En veel momenten zoeken ook om niet alleen met een intervisiegroep, maar ook met de bredere groep directeuren elkaar te ontmoeten, te inspireren, uit te dagen.
We hebben bijvoorbeeld ook bij Catent al een aantal jaren dat we ook echt een tweedaagse hebben. Dus dat je echt elkaar op een andere manier ziet en ontmoet. Tijd en, maakt voor elkaars vak, hè? Dat is toch waarbij ook altijd echt wel de onderwijskundige kant in zo'n tweedaagse aanwezig is. Dus je moet niet denken dat het een leuk uitje is. We hebben het ook echt over serieuze dingen. Nee. Ja, het is gewoon inhoud, hè? Gewoon werken. Ja, precies. Ja. En dat vind ik heel belangrijk. En daar krijg ik ook weer energie van. Ja, dus, leuk. Leuk. Ja. Ik kan me ook voorstellen dat het ook... Vaak werk, wil je ook graag werken als je zelf geleid wordt door een sterke leider, door een inspirerende leider. Dus in die zin zijn bestuurders zijn heel belangrijk. Klopt. Dat, ik merk het zelf ook. Het is soms heel leuk om voor iemand te werken. Dat doe je ook meer voor. Ja. Als iemand je vragen stelt. Dus hoe doet dat mee, zeg maar, in die reis? Ik denk dat dat ook heel belangrijk is, dat je gezien wordt. Hè? Iedereen wil graag gezien worden. Hè? Ook niet alleen door je leidinggevende, maar ook door anderen. Ja. Maar ik denk dat dat heel belangrijk is, dat je ook bevraagd wordt op dingen die je uitvoert met je team. En kijk, de inspectie heb je natuurlijk. Maar het is ook goed dat een bestuurder regelmatig met je in gesprek gaat natuurlijk over waar je staat met je school en waar je naartoe wil. En hoe ga je daar dan komen? Ja. En, dat is heel belangrijk. Dus verbinding. Ik denk, inderdaad, die verbinding. Maar ook de verbinding met de andere directeuren in je omgeving. Hè? Dus netwerken die binnen OZ hebben we. Dus 4 netwerken in het primair onderwijs bijvoorbeeld. En die werken dan juist weer in een wijk samen met elkaar aan overkoepelende dingen. Ja. Dus ik denk dat die verbinding is, denk ik, heel belangrijk, dat je elkaar kan vinden. Ja, en dat is eigenlijk interessant, want die medewerkersreis is een soort procesaanpak, maar het gaat steeds over die inhoud. Het gaat steeds over onderwijs, wat je centraal moet stellen. Het curriculum, de vraagstukken in de regio, mensen bij elkaar brengen en dat soort ecologisch systeem van maken, zodat je lekker op reis kan. Interessant. En misschien een slotgedachte die ik nog heb. Hoe gaat dit nu verder, deze reis? Wat zijn nou de aankomende stationnetjes? Misschien Gerdo, voor jou persoonlijk, ik weet niet of je daar iets over wil zeggen van... Wat is voor jou, heb je al een soort vergezicht waar je in wil bekwamen in de aankomende jaren? Nou, ik vind in aansluiting op wat mijn collega net zegt, wel heel belangrijk dat we steeds meer ook in samenwerkingsverband gaan denken en werken. Het samenwerkingsverband in de regio Zwolle is inmiddels ook gerevitaliseerd. Dat heet Samenwerkingsverband Hanseland. En daarin zoeken we steeds meer regionaal en in Zwolle dus vooral ook in wijken elkaar op. En daar vind ik juist een hele mooie kans als je het hebt over hoe je samen dingen kunt aanpakken. Ja. We moeten wel echt grensoverstijgende gaan kijken. Dus ik werk voor Catent en mijn concurrent werkt voor OOZ, maar mijn collega werkt voor OOZ. En samen gaan we proberen de betreffende wijk in Zwolle bijvoorbeeld. Het is wel een belangrijk punt wat je nu te maken. Heel mooi, want kijk, bij leiderschap wordt er vaak gedacht aan onderwijskundig leiderschap, curriculum, kennis, sturing. Maar het is ook externe oriëntatie. Hè? Dus zeker. Externe, dus naar buiten kunnen kijken, buiten naar binnen halen, snappen wat er om je heen gebeurt. En daar heb je eigenlijk elkaar voor nodig. Dat is wel een mooie ontwikkelstap. Ja, en ook de gemeenten spelen natuurlijk ook een belangrijke rol rondom bepaalde taaie zorgkwesties. Ja. Onderwijskwesties. Ja. En als we dan iets meer uitzoomen, want in jouw rol is iets meer uitzoomen vanuit HR. Mm-hmm. Wat zie jij dan als aankomende stationnetjes? Ik denk dat het heel belangrijk is om te kijken van, als je het hebt over schoolleiders, hè, wat heb je nodig? Wat hebben de teams nodig? Wat heeft de omgeving nodig? Wat hebben, en niet alleen voor je eigen bestuur, maar ook om te kijken van, wat gebeurt er om ons heen? Waar kunnen we elkaar op versterken? Waar kunnen we op samenwerken? Bijvoorbeeld schoolleidersopleiding, denk ik, dat we daar heel goed... zijn we natuurlijk ook al heel lang mee bezig geweest met die M-like. Om te kijken van, wat is nou echt nodig om ook interprofessioneel samen te werken? Ik denk dat we daar nog wel wat op kunnen winnen. Om te kijken van, wat is nu een goede opleiding voor schoolleiders... om ook gewoon toegerust en interprofessioneel met elkaar te kunnen werken. Mooi. Want daar ligt nog wel een kans, volgens mij. Inge, ik heb nog wel een vraag voor je. Want die RAP, die regionale samenwerking, dat wordt volgens mij eind 2024. Ja, klopt. Wordt dat, zeg maar, onderwijsregio's. Worden het onderwijsregio's? Ja, klopt. Wat is dan eigenlijk, wat is eigenlijk het verschil met die onderwijsregio? En wat ga je daar dan in doen als het gaat over die reis? De onderwijsregio's worden is een andere samenstelling ook al dan de RAP. Hè. Dus uiteindelijk worden daar ook het... samen opleiden, professionaliseren, wordt daarin verweven met de RAP. Okay. Dus dat past mooi bij waar we het eerder over hadden. Dus die verankering. Ja, die verankering die komt daar in de onderwijsregio. De samenstelling is ook net iets anders. Maar een aantal dingen worden toch wel meegenomen ook naar die onderwijsregio's. Bijvoorbeeld de begeleiding van startende leerkrachten. Dat is een coach binnen de RAP was die aangesteld. Maar die gaat ook mee naar de onderwijsregio's.
Daar kunnen startende professionals als leidinggevende kunnen daar gebruik van maken. Dat is dus het reguliere traject, want Gerdo komt nu van buiten naar binnen, zou je kunnen zeggen. En dit gaat over een leerkracht die zegt van, hey, ik vind het leuk om schoolleider te worden. Ja, dat kan. Maar het kan ook iemand van buiten zijn die zegt van, nou, ik vind het fijn als iemand anders van buiten mijn bestuur meekijkt. Oh ja. Dus daar wordt hij ook op ingezet. Ja. En vooral ook kleinere besturen, die hebben vaak niet voldoende coaches binnen hun eigen bestuur. Dus stel je bent een school, een eenpitter, dan heb je vaak niet anders dan een directeur. Ja, en wat bedoelen we even, in kaart domme vragen bestaan die met een eenpit? Wat bedoelen we daarmee? Gewoon één school? Één bestuur. Ja, dat is gewoon een één school met één bestuur. Eén school, één bestuur. Ja, ja. Ja, en dat is best wel veel volgens mij. Hè? Ja. Veel meer dan we denken. Hoe is dat? Die zijn er veel. Ja, ik weet niet precies het aantal. Maar, Ja, ik heb wel eens begrepen dat 50% van alle schoolbesturen dat één. Ja, maar dat is ongelooflijk. Hè? Ja. Want die hebben natuurlijk veel minder slagkracht. Natuurlijk. Ja, als je groter bent, kan je wel meer, denk ik. Anders, ja. Het is in ieder geval anders. Ja, het is in ieder geval anders. Dus daar leg je ook dan meer voor, dat die dan regio maakt het mogelijk daar meer te doen. Kun je dan gebruik maken bijvoorbeeld van een coach die, iemand die gepensioneerd is als schoolleider, die vindt het nog heel leuk om mensen mee te nemen op het vak. En kan dan ingezet worden. Ja. Vaak zijn collega's die natuurlijk al heel veel leidinggevende ervaring zijn. Ik heb ze ook wel meerdere malen in geïnterviewd. Die hebben natuurlijk een schat aan ervaring. Hè? Ja. Dat is natuurlijk hartstikke leuk als die hun rol ook kunnen veranderen in plaats van een schoolleidinggever. Ja. Coach, collega's. Ja, precies. Misschien, en dat gebeurt ook vanuit de regio dan nu. Ja, ja. Fantastisch. Dus, zijn jullie optimistisch over de toekomst van het onderwijs? Misschien tot slot? Ja, zeker. Ja, af en toe hoor je ook allerlei zorgelijke verhalen, tekorten. En, ik ben ook optimistisch. Ja, optimistisch wel. Ja. Ja. Denk ik ook wel. Tekorten moeten we wel iets mee. We moeten er wel wat mee. Ja, want dat gaat komen. Ja. En in het westen van het land is dat natuurlijk al zo. Ja, ja zeker. Ik denk dat absoluut klopt. Overigens, Flevoland, idem dito. Ja. Tegen de 10%. Ik sprak vorige week iemand, of deze week iemand, die van de 18 scholen hadden ze 11 vacatures op schoolleiders. Ja. Dus dat is echt extreem. Ja, het is extra belangrijk om hier echt goed over na te denken. En dit goed tussen de neuzen te krijgen met elkaar. En een mooi ecosysteem te maken. Zodat we mooi op reis kunnen gaan. Ontzettend leuk om met jullie hierover van gedachten te wisselen. Bedankt voor jullie tijd. We zijn nog lang niet uitgesproken, denk ik. Maar wie weet kom je nog eens een keer terug om over je nieuwe ervaringen te praten. Of hoe jullie misschien weer andere coachen en in hun kracht zetten om met plezier onderwijs te geven, leiding te geven aan collega's. Als je nou nieuwsgierig bent geworden naar de medewerkersreis voor schoolleiders, dan moet je zeker even kijken op www.arbeidsmarktplatform.po.nl. Ik zal de link ook even in de speaker notes zetten, daar kan je daar ook naar klikken. Dat kan dus ook via chipcast.nl of de speaker notes. Inge, Gerdo, hartelijk dank voor jullie tijd. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet je niet te abonneren als je nu denkt ik wil meer luisteren. Dan kan je even het vinkje aanklikken. En ik vind het ook heel leuk als je de tijd wil nemen om een review te schrijven over dit gesprek. Hoe eerlijker, hoe beter. Dat helpt ervoor de zichtbaarheid van het kanaal. Dat kan via Spotify, Apple Podcast, zelfs YouTube. En ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende.